Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef me alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken! Zaterdag, geen plek in de les. En eigenlijk ook geen plek in de bak. Het is heel druk. Maar ze slaat zich er doorheen, zeg je dat zo? Ze doet het toch maar. Dus dat is wel netjes. Knap kind, knappe pony. Drukke boel. Vandaag is maandag en ik ben aan mijn ruiterfitheid bezig. Wat betekent dat ik vind dat ik wat lichter moet worden. Ik weeg niet te veel voor mijn paard. Ik zit onder de 15% met zadel en al. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat er wel een paar kilo af moet. En motivatie is altijd een dingetje. Nou moest ik al een vlogcamera hebben. Dus nee, het is niet helemaal realistisch. Maar soms heeft de mens een beetje motivatie nodig. En dus hadden we afgesproken, als ik de eerste week doorkwam, dan gingen we een vlogcamera kopen. Nou, we hebben een mooie grote camera, daar ben ik dol op. Maar de meeste dingen van de weekvlog doe ik toch gewoon met mijn telefoon. En hoewel dat op zich prima gaat, is het ook heel onhandig. Omdat ik wel eens problemen heb met mijn iCloud. Of dat de telefoon niet helemaal doet wat ik wil. En nou ja, goed, van alles. En uiteindelijk is een telefoon geen videocamera. Dus gisteren was het zover. Ik heb de Canon PowerShot Mark II gekocht. En daar ben ik heel blij mee. Bij Coolblue. Dat is geen gesponsord iets. Helemaal niet. Want Coolblue sponsort ons helemaal niet. Maar ik ben wel dol op Coolblue. Dus nu zou die klaar moeten liggen bij ons postbusadres. Dus daar ga ik nu onderweg naartoe. Bij de Track and Trace stond namelijk dat die vandaag wel geleverd zou worden. Dus dan zou die er dus al moeten zijn. Alleen niet dat de postbode onderweg was of dat die afgeleverd was. Dus het is een beetje spannend. Want dat klopt namelijk niet altijd in combinatie met onze postbus. Maar ik vind het wel spannend. En mijn volgende, als ik nu een maand het volhoud, dan ga ik een... Oh, inmiddels gaat mijn telefoon schuin. Nou ja. Als ik het een maand volhoud, dan ga ik een microfoon kopen voor op onze grote camera. Dus, ja, nee. Is dat de beste manier? Weet ik niet. Bij mij werkt het in ieder geval. En het zijn spullen die ik toch nodig heb. Maar nu moet ik er wat voor doen. We gaan naar binnen. Goed, dat was bijzonder teleurstellend en had ik zelf ook wel kunnen weten. Want op maandag wordt er helemaal geen pakketpost geleverd. Dus, hoewel Coolblue dat zegt dat ze dat wel doen, is het dus niet zo. Ja, misschien dat ze met een andere leverancier leveren normaal gesproken op maandag. Want DPD en weet ik het, GLS noem ze allemaal maar op, die leveren dus wel op maandag. Maar ik dacht, ik wil hem 's ochtends al, dus ik laat hem naar de postbus komen. En dat was een fout in het denken, want dat betekent dus dat ik hem vandaag niet krijg, maar morgen. Ja, nou ja, goed. Die dag kunnen we ook nog wel wachten. Het is niet anders. En dit had ik ook zelf kunnen voorkomen, dus nou ja joh. We gaan weer naar huis. We gaan ons keurig weer aan het dieet houden. Oh, mijn dieet voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn is echt alleen maar niet snoepen. Voldoende drinken, op tijd naar bed, voldoende bewegen. Nou, dat doe ik toch wel, want ik rij natuurlijk paard en ik rij elke dag bijna. En ja, gewoon minder van dingen eten. Oh, en ik laat wel, eigenlijk meestal wel hoor. Maar nu extra vet, suiker en zout staan en alle andere dingen eet ik gewoon normaal, in normale proporties. Alleen ik denk niet zo heel vaak van, nou, vandaag maar even niet. En dat dacht ik de laatste tijd weer veel te vaak, want dan lukt het niet, of we hadden een evenement, of weet ik het wat. En dan ga je veel te snel weer patat zitten eten. En dan eet ik heus bij de McDonald's meestal wel sla en dat soort dingen. Nou ja, niet meestal, regelmatig sla en dat soort dingen. Maar te vaak denk ik, ach, hè, we moeten nog de hele dag. En dan eet ik geen sla, maar gewoon een hamburger. En dat is natuurlijk niet zo heel handig. Zeker bij McDonald's zit er natuurlijk allemaal baggerveel vet, suiker en zout in. Volgens mij zit er zo suiker in het brood, suiker in de mayonaise, suiker in alles. Nou ja, vet zit natuurlijk ook overal in. Ik dacht van die kaas van de McDonald's. Dus
En dat is niet om McDonald's af te komen hoor, helemaal niet. Het is gewoon puur dat ik zelf niet de juiste keuzes maak op zo'n moment. Dus we zijn weer terug naar het liedje van Ernst, Bobby en de rest. Op dieet met komkommertjes en sla. Dinsdag vandaag en ik heb de auto niet, dus daar ben ik dan meestal niet zo blij mee. Vandaag ook niet. Dus nu moet ik lopend, ja, lopend, wat natuurlijk wel goed voor me is, naar ons postbusnummer. En kijken of, ja, ik moet ook kijken dat ik niet struikel en zo. En kijken of daar mijn camera is, volgens het Track and Trace wel. Dus dat is alvast goed nieuws. Dan gaan we dus kijken of de vlogcamera er is. Ja! Alice is mee, kijk. Daar. Oeh. Niet goed opgevoed, strekt aan mijn arm. Zo, het is gelukt. Ik heb de doos. Dus daar ben ik heel blij mee. Alleen, hij zit niet heel goed verpakt. Dus ik hoop dat hij niet kapot is of zo. Want hij beweegt, hoor je dat? Hij beweegt dus gewoon in de doos. Dan hebben wij een webshop. En dan kan je vertellen, dingen die in een doos bewegen, die hebben het zwaar, heel zwaar. Er wordt toch mechanische dingen mee gedaan. Dus ik hoop dat hij heel is. En dan als beginnen we maar weer overnieuw met het bestelproces. Zo, mijn pakketje is er. Dus nu ga ik hem openmaken. Dan heb ik één nadeel. Ik heb al mijn dingen, vasthouddingen. Camera standaard, heb ik in de auto liggen en ik heb geen auto, zoals ik al zei. Dus we gaan het even zo doen. Dus heel makkelijk met de doen. Zo. Ja. Gewoon niet makkelijker, jongens. Want als dit terug moet, heb ik toch liever dat ik het gewoon weer in deze doos kan doen. Lijkt niet. Nee, echt even zo doen. Dan zit hij wel in zijn eigen doos, dus misschien is dat voldoende. Oké, dat ging minder makkelijk, maar hier is die. Tadaa! De Canon PowerShot G7X Mark II. Vlogcamera. Ik heb ook een 4K-camera. Dat is deze. Die hebben jullie misschien wel eens gezien. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar deze camera is van Sony. Tadaa. Zo. En die is 4K. Ik ben dol op die camera. Alleen daar kan je dus echt niet mee vloggen. Ik gebruik hem wel heel veel voor andere dingen. Wedstrijden. En zoals bij Indoor Brabant en dat soort dingen. Daar gaat deze altijd mee. Want hij is echt fantastisch. Hij heeft ook 5 microfoon ingangen en zo. Dus het is echt een geweldige camera. Maar deze steek je dus niet in je zak. Kijk maar, dit is mijn hand. En zo groot is die. Dus dat is echt. En hij weegt ook nog wel wat. Dus dit zo vasthouden. Gaat wel. Geen aanrader. Dus we hebben nu deze erbij. Die heeft bijna elke YouTuber. Dus ik ga hem nu even uitpakken. En kijken of die überhaupt nog heel is. Dat hoop ik wel. Zo. Ik snap niet waarom ze dat niet eventjes vergrendelen met een poppertje. Deze even opzij. Zo. Doosje open. Scannen gebruiksaanwijzing. Nog meer gebruiksaanwijzing. En dan hieronder. Oh, hij is wel netjes ingepakt. Kijk, hij zit wel helemaal vast in een bakje. En er zitten nog spullenboel omheen. Ik ga dit er even uithalen. Zo. Moet ik het pakje eruit doen? Ja, ook nog wel. En hier zit hij dan in. Hoop ik. Moet ik het er ook nog uitkrijgen. Ja, handig als alles in de auto ligt. Niet zo heel erg. Dus, oké, daar is hij. Zie dat hij heel gebleven is. Een soort zakje heeft hij dus. En dan moet het zakje eruit. Zo. En daar is die, de Canon G7X PowerShot. Het voordeel van deze camera is ook dat die omhoog geklapt kan worden. Ja.
Dus dat is heel makkelijk als jij zo wil filmen. Snap je? Oké. Nou, ik ga hem eventjes wat batterijtjes en zo kijken of die doet. En ja, ik kan dit niet aanzetten. Misschien, ik ga even kijken of ik iets kan vinden om mijn telefoon op te zetten. Moment. Oké. Nou, hij staat nu op de cameratas. Dus, en ik heb mijn bril op, want dan zie ik natuurlijk geen bal. En hier is dus het cameraatje. En nu moeten we dus gaan kijken of hij het überhaupt doet. Dit kan, oh, kijk, hij kan ook nog helemaal zo. Dit wordt weer even dicht. En dan moet hij wel aan. Ik denk dat hij niet opgeladen is. Er zal vast een aanknop ergens op zitten. Ik zie dan een videoknop. Hij is wel eigenlijk nog een soort zwaar. Nou is deze natuurlijk wel veel zwaarder. Deze. Dit is mijn Sony-camera. Dit is mijn Canon-camera nu. Kijk. Dus er is wel een mega verschil. Dus dat wel. Maar dan nog is die best zwaar. Of deze is vrij licht. Deze weegt nog geen 300 gram. Maar in gewicht is deze wel zwaarder. Maar ja, ik kan het je natuurlijk niet laten voelen. Dus dat is jammer. Maar goed, we waren op zoek naar de aanknop. En je kan de aanknop... Oh, hier. Geef niet hoor, Rebek. Kijk. Daar zit gewoon de aanknop. Kijk of die het doet. Nee, dus we moeten hem eerst opladen. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan kijken we weer verder. Oké, het was logisch dat hij het niet deed, want ik had de rest van de verpakking helemaal niet opengemaakt. En de batterij die zit er helemaal niet in. Dus zonder de batterij werkt hij natuurlijk ook helemaal niet. Inmiddels heb ik de batterij gevonden. En ik heb hier ook de camera opengemaakt. En nu moet dit dingetje daarin, op een of andere manier. Zit hier ook nog een... Oh. Goed. Kijken of die past. Nu zit hij vast. Dan moet deze weer dicht op een of andere manier. Ja, is gelukt. Poging 2. Oké, aan. Ja, tadaa. Oké, hij wil nu dat ik allerlei instellingen ga doen. Dus dat doe ik eventjes gewoon zo. Zo, alles staat in de stapmolen. Tenminste, Bella en Verona. Belletje daar. Kijk. Hier is Bel. En daar is Verona. Komt ze. Tadaa. Hi Macy. Nog even stappen. En ik ga Henja even buiten zetten. Ik kreeg alleen mijn microfoon niet aan de praat in combinatie met mijn telefoon. Dus we zullen het met wat wind moeten doen. Want ik ben bang dat deze camera niet onwijs handig is als het gaat om wind. Het is vandaag dinsdag. Morgen heb ik een afspraak met Jacob. Die is van GPA. Dus ik ben heel benieuwd hoe daaruit komt. We hebben op Instagram daar ook vragen over gesteld. Tenminste, of jullie vragen hadden. Die waren er. Dus die gaan we morgen allemaal stellen. Daar heb ik heel veel zin in. Nu eerst even heen. Ja. Normaal ziet ze me al. Vandaag niet. Henja. Oh, toch wel. Ik wil zeggen. Hallo Messi. Had je me even gemist? Ja? Zullen we naar buiten gaan? Goed idee. Goed idee. En ja, ging sneller plat dan ik überhaupt mijn telefoon of telefoon. Mijn nieuwe camera kon pakken. Dus die is lekker aan het rollen in het mooie weer. Ja, en die van mij staan toch echt even in de stapmolen. Want die moeten gewoon bewegen. Dat dus. Goed. Nu tijd voor slubber. Ja, lekker. Ons blije ei even uit de wei halen. Hey, mee meis. Ik heb een lekker hapje voor je. Lus jij wel. Kom maar. Henja. Henja. En jij denkt, zoek het maar uit. Nou, toch niet. Het idee van een lekker hapje is toch wel heel aantrekkelijk. Ja. Pony. Ja, met één hand en één hand. Ponies vangen. Kan ik dat? Wel. Ja. Vind je mooi? Is je nieuwe vlogcamera? Ja? Hoef je niet zo boos te kijken. Ik ben een YouTube pony. Moet je wel leuk in beeld zijn. Yeah. Kom, pony. Zo. Nee, andere kant.
Daar gaan we. Zo. Dan loop je achter me. Even wachten. Hé, hey, wachten. Zo. Peter! Zo kunnen we filmen. En wandelen. Pony. Ja. Ik wil iets zien. Jou of mij. Eén van de twee. Alle twee, daar gaan we niet. Je mag die stal in. Ga maar. Nee. Kijk, nou gaat ze gelijk bedelen. Zie je? Been omlaag. Even wachten. Er ligt slobber. Zit ze lekker. Gaat die nu aan? Kijk, nu staat die record. En hoe kan je hem zoeken? Wat? Wij hebben sinds vandaag een eigen vlogcamera. En ik ben hem aan het uitproberen. En ik vind hem zo cool. En mijn vader die doet het een beetje raar. Hallo papa. Hallo Tessa. Nou, dat ziet er goed uit, zeg, op video. Mijn vader wil ook wat vertellen, maar oké. We hebben dus gewoon een nieuwe vlogcamera en... Oh, ik moet nu... Oké. Er zit een schermpje boven jullie. En ik moet nu in de lens kijken, terwijl ik eigenlijk op het schermpje wil kijken. Dat is best lastig. Dus, ik kijk echt naar boven. Oké, zo kijk ik. Is echt lastig, maar oké. Nieuwe vlogcamera! Yay! Mijn moeder is ook heel blij mee, maar ze is nu even aan het bellen. Het is vandaag dinsdag en we hebben een nieuwe vlogcamera! Yay! We zijn er heel blij mee en moeder is nu even aan het bellen, maar we gaan zo naar beneden, dus dan zie ik jullie zo! Tessa, wat heb je vandaag gedaan op school? Vertel daar eens iets over, dat is leuk. Ja, ik heb op school gezeten en school gaat altijd voor je pony, helaas. En ik moet nog wat doen voor school. En hij geeft ook echt heel goed beeld. Alleen is die een beetje groot. Ik pas er bijna niet eens op. Zo groot is hij helemaal niet. Nou, hij is een beetje zwaar. Laat ik het zo zeggen. Is waar? Peter! Peter! Hi, meisje! Tada! Daar is Belletje. Hi, schat! Oeh. Nou, niet te dichtbij komen, joh. Hé, hey, ja, die begint ook gelijk met zeuren. Heerlijk. Ja! Daar gaan we rijden. Ja. Oh. En het is nogal koud en winderig. En net kwam er een blaadje voorbij. En Bel maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Mooi toch? Ja. Oh, ja. Dankjewel, Bel. Dankjewel, Bel. Dat rijmt, dus dan is het waar. Zo, ze staat even vast. Ja, Bel, wat vind je ervan? Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het altijd wel lekker. Vooral met die massageworstel. Dus begin maar snel. Oké. Zal je even een kusje geven? Heerlijk, hè, pony? Ja. De zachte worstel. Daaroverheen. Maar dat is mooi. Wat shine. Zit zacht op mijn stoel ook erop. Echt jongens, ik heb zoveel voetspullen. Dit is mijn voetstas en hij is nooit opgeruimd, echt. Nooit bedoel ik ook echt nooit. Maar oké, het is goed. Zo, ik moet nog even mijn cap op doen, maar ze is gezadeld. Single zit vast, die moet alleen. Even wat strakker. Maar ga ik zo rijden. Ik heb er zin in. En mijn moeder gaat dan, denk ik, nog even filmen. Ja. Zo, we zijn onderweg naar de buitenbak. Als het goed is, is Tessa daar al, want ik was niet zo snel. Want we zijn natuurlijk bezig voor het Paarden-YouTubers Live Event. En nog heel veel meer dingen. Wat natuurlijk ook nog betekent, ik denk dat ik overbelicht raak zo, maar kan de ND-knop niet indrukken. Dus we doen het daar even mee. Maar dat betekent dus... veel e-mails, veel telefoontjes en veel andere dingen. Zo, vrouw ziet een paar eenden wegvliegen. Ik krijg gelijk een paniekaanval. Oh, maar zoveel is er ook nog niet aan de hand. Oké, gaan we nu even kijken daar. Oh, ze staat er nog naast. Ze zit er nog helemaal niet op. Ze klimt er net bovenop. Daar is ze dan. Op de pony. Ik hoop dat die stabilisator een beetje werkt. Nou, pony is een beetje druk, geloof ik.
Dat is van korte duur. Daar is ze dan. Al in de grote bak of in de kleine bak? Zullen we op het veld proberen even? Ja, is goed. Nou, loop ik maar. Hop, hop, in galop. Nou ja, dat niet. We kunnen nog losstappen. Here we go. Iemand zei bij Indoor Brabant, we willen meer rijvideo's. En meer dan dit, gaan we... Oh, kom op. Zou ik niet weten hoe. Dat is een rijvideo of zo. Ja, kan niemand. Ja, kan mezelf wel veel. Ik zie dat niet heel veel. Ik vind het in ieder geval spannend. Ik weet niet wat er dan spannend is, maar het is iets spannender. Maar dat geeft niet. Als je het straks maar weer opruimt. Want als je paard of pony mest, moet je het ook... Ga je allemaal heen? Ja, ben je aan het filmen? We meer rijvideo's hebben. Dat is gek. Dat hebben we ook als rijvideo. Voorbeeld. Ik heb wel een touwtje om mijn arm. Dus daarmee... Het valt wel mee hoor. Veronica kijkt ook alsof er weet ik veel wat daar te zien is. Misschien zijn er wel leeuwen daar ergens in dat weiland. Ik moet ook mest ruimen zo meteen, voel ik. Ik ruik het ook. Paardenpoep. Nee, waar ga je allemaal heen? Loop gewoon rechtdoor. Niet doen, Tess. Nee. Zo, vandaag geoefend met de tuinslang. Ja, die was al geïnstalleerd. En vandaag weer gebruikt. Weet je niet wat tuinslang app is? Kijk dan even op onze Facebookpagina. Die zal ik nog eventjes linken ergens. En daar kun je zien hoe Tess leert wat de tuinslang app is. Ik kan je wel vertellen, het rijden wordt steeds fijner. Makkelijker, lichter, minder moeilijk, minder lastig. Dingen lukken sneller. Dus mocht jij de tuinslang app nog niet hebben, moet je hem even installeren. Dat zal je een hoop schelen bij paardrijden. Daar is Ivo, jongens. Het is vandaag woensdag en ik ga samen met mijn moeder rijden. Ze staat ergens daar. Daar, ja. Hi. En dan ga ik maar even poetsen, zadelen en laten we maar beginnen met de deken eraf halen. Als het goed is, kunnen jullie nu meekijken van ik ga poetsen en zadelen. Wordt even wel versneld. Ik heb er zin in. Woensdag. Daar zijn we weer. Dit is wat we doen. Rijden. Dat is de derde keer dat we buiten gaan. Ja. Ponies die wennen er nog wel eens aan. We hebben Gina. Oppetiteke. Die gaat met ons mee naar het Paarden YouTubers Live Event. En hebben jullie gezien in het dansje. We are all in this together. Oh ja. Ja. Yeah. Met nee, Gina die moet nog eventjes oefenen op ik en mijn pony. Oh, maar die gaat met ons mee. Kijk, daar gaat ze. Gina heeft een pony petit. En die loopt, wat loop je nou? Z2 toch? En Gina rijdt in de Z2. En deze pony springt ook nog M. Ja, hij is te koop. Of stiekem toch niet. Nou ja, ze wil hem niet kwijt. Maar ze wordt wel te groot en te oud. Ja, ze heeft wel een ander paard. Ja, ze heeft nog wel een ander paard, ja. Dus ja. Heet. Gloria. Gloria, heel goed. Dat dus. Nou, vrouw is er ook weer bij. Kijk, kijk.
er ook. Ja, we gaan even rijden. Ja, filmen en rijden is toch wel... moeten we Pixio hebben. Pixio sponsort ons niet, dus... en ik heb geen Pixio centjes. Dus dat is een beetje lastig. Dus mocht iemand nog een Pixio hebben staan en er niks mee doen... ik hou me aanbevolen. Dan kan ik veel meer filmen en rijden. Ja, maar goed. Dat komt misschien nog wel een keer later. Zo groot en rijk zijn, hè, Tess? Zo groot en rijk zijn, dan kopen we een Pixio. Ja. Ja. Is dat nou, eerst kopen we een manege. Een manege? Nee, joh. Pixio kostte geloof ik 1000 euro. Een manege een miljoen of zo. Appelsperen. Nee. Nou ja, we gaan even rijden. Onze nieuwe Spring Amazone, Tessa Ottenhoff, op Tweetiebel. En die gaan nu over het kruisje heen. Nou ja, half kruisje. Ja, in één keer ook, hè. En nu die zwarte doen? Ja. Oké, sta ik in de weg? Oké. Komt ze. Waar ga je? Oké. Daar komt ze, van de andere kant. Had ik niet verwacht. Bel die springt eroverheen en wie! Goed bezig, Tessa. Goed zo! Zo, we zijn klaar. Tessa noemt me een. Wat ben ik? Nee, Verona is een afsnijder en een doordringer. Voordringer dan, hè? Geen doordringer. Jawel, voor het voor waar is lijfvet, is hij een doordringer. Een doordringer. Nieuw woord. Ze drinkt door alle rijen door. Stout paard. Nou, het klinkt allemaal weer hartstikke spannend. Wij gaan lekker naar stal. Kijk, welkom. Anna heeft alweer het volgende paard te pakken. Die rijdt vandaag weet ik veel voor paarden. Volgens mij rijdt ze heel een beetje. Ja. Wat is er nou weer, paard? Rijd toch gewoon. Kom. Hop, hop. Anders loop ik wel voorop. Zo. Minder één. Niet door de poep. Mensen moeten hun poep opruimen. Zo, dan kan ze er langs. Wat heb jij in schattige beugeltjes? Ja. Check mensen, roze beugeltjes. Hoe leuk. Dat is wat voor Tess. Ja? Vind je jou weer niet goed genoeg? Oh. Zijn ze niet goed genoeg? Die moet ik hebben. Die moet je hebben. Nou ja. Zo stappen wij over het terrein heen. Wat loop je nou te klooien? Kom. Wat is maar hier? Kruiwagen. Er is niet zoveel aan de hand hoor, paard. Maakt er een heel feest van. Vrouw, ja, die denkt alleen maar ik moet naar mijn stal, ik moet eten. Ik heb ondertussen ook wel honger. Het is een lange dag zo. Nee, wij gaan afzadelen. Ga je ook afzadelen? Ja, ik ga achter jou afzadelen. Achter mij, is goed. Zo. Ik ben vandaag weer op stal, zo. Het is donderdag. En vandaag heeft Bennetje lekker vrij. En mag ik van mijn moeder bronen maken. En heel misschien als ze braaf is nog een sprongetje. Dus
Wel denkt, ik geef jullie alvast een kusje. Ma. Ik ga ook even vloggen hoe ik Corona ga poetsen. En er is ook een vriendin van mij mee naar de manege. Dus die zien jullie ook. Maar ik ga Corona pakken. Sorry. Dadelijk vallen de tonnen om en dat willen we niet. Zijn jullie stuk? Wel iets meer zo, want anders kan je niet zien. Iets meer naar voren. Weet je jongens, ik ben hier echt slecht in. Oké, beter. En Verona en ik ga rijden. Mijn moeder gaat denk ik ook nog wel een stukje van filmen. Ja, paard. Vandaag leuk vonden. Dus veel plezier met kijken naar morgen. Vrijdag vandaag en ik heb een fotoshoot met Erna voor de verjaardag van de paardjes. Dus dat is wel heel erg gaaf. Ik ga nu naar stal, of ik ben nu op stal. Dus we gaan een fotoshoot doen. Ik weet niet of het lukt om dat te filmen, maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Zo, dat is best blauw. Nou ja, ik ga hem maar even pakken. En dan zegt ze het halster hangt ergens. Ergens. Oh, daar. Dat kan ik. Nou, we gaan er even opnemen. Nou ja, foto maken. Kijk, ik ga even buiten laten zien. Zien jullie dat? Vlaggetjes. Fotoshoot hebben we gehad. En nu hebben ze allemaal lekker een beetje eten. Andere twee hebben peentjes. En Verona krijgt altijd sloeber. Sisla, sloeber. Lekkere paard. Want daar zit dan olie in. En dat is beter voor de darmpjes. Ik ga naar huis en dan ga ik de video van morgen editen. Zo. Mijn moeder probeerde even een poging te wagen om de camera op dit ding te zetten met nog iets anders. En die poging is mislukt. De camera is gevallen. Helaas. Wow, niet gevallen. Misschien kan je hem omhoog houden, want dit is echt... Ja, zo. Ziet er iets gezelliger uit allemaal. Hij is niet gevallen, alleen ik moest hem wel vangen. Ja, nou dat vangen was niet helemaal gelukt. Wel, want hij lag niet op de grond. Oké, nee. Nou, dat komt doordat. Maar wij gaan naar Manege. Naar de Manege en denk ik toch nog even een stukje gaan vloggen. Nou, succes met het vloggen. Ja, en mijn moeder. Ik ga ook rijden. Ja, wij gaan zo rijden. Gaan we binnen of buiten? Buiten, want binnen is gewoon vet. Ja, nou, ook al ziet het weer niet heel gezellig uit. We moeten het maar mee doen. Ik heb een hele dikke jas aan en een dik vest, want ik heb het ijskoud. Het is helemaal niet koud buiten, want het is 7 graden. Dus het slaapt nergens op. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon koud. Ze leek net aan de tafel, leek ze net een kabouter. Echt zo. Ik heb het gewoon koud. Zo gedaan. Kijk, zo.
Dan ben ik toch geen kabouter? Nou, als je je bril eraf zet, dan lijkt je net kabouter. Bril af. Kaboutertje. Ik ben toch geen kabouter? Nou, net keek ze wat schattiger. Oké, okay, ik ben niet zo schattig meestal. Nee. Maar mijn bril is ook toch nog. Wat is het leven zwaar? Ik heb een heel zwaar leven. Maar dan denk ik. Gaan wij nu naar beneden? Dan ga ik zo een stukje vloggen. Tot zo! Zo, en ik ben weer bij Pilla. Hi Bel! Bel is vandaag tot nu toe nog erg blij. Wat een kijk, ga naam. Ik ben Bella en ik hou van kusjes geven. Braaf! Nou ja, wij gaan zo rijden. Is en oh ja, zo wij gaan zo rijden in de buitenbak, zoals ik net al zei. Wat ik je geeft mij een kusje, ik een cabra kusje, maar ik ga zadelen. Maar komen. Zo, en naar de bak toe. Oh, vergeet wat. Moeten we weer terug. Zo, kom je pony. Ja, heb je op je zin hier rijden? Ja, heel veel zin. En dan zijn we alweer bij de buitenbak. En dan maar even op mijn moeder wachten. Gaan wij een bankje zitten en dan op iets stikken van zijn hier al zo lang aan het wachten. Oh. Nou, dan is het maar even tijd om te gaan wachten. Ah. Wachten is een schone zaak. Hoe vaak moeten jullie eigenlijk wachten? Ik best vaak. Mijn moeder is altijd bla 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 bla. Ja, wat heb je er? Ja, wat heb je er aan? Wel net een beetje gras gegeten en nu heeft ze groen schuim. Het ziet echt heel vies uit. Ja. Echt heel vies uit, hè, Bel? Ja! Waarom heb je jouw gras gegeten? Omdat ik dat wou. Ja, oké. Okay. Als paard zijn lijkt mijn gras ook wel erg lekker. Maar dan zien jullie mij zo weer met rijden. Tot zo! Ja, zeg wel.
Leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Dus tot de volgende keer. Doeg! Mama, hiermee moet je heel veel editen. Oh ja. Weer aan het werk. Oh. Oh.